De hele wereld wacht erop. Het nieuwe album van de Britse zangeres Adele. 25 komt vrijdag pas officieel uit, maar we hebben natuurlijk al 2 singles gehoord. En er lekte van elk liedje al een stukje uit. Onze muziekexpert Bart Wijlaars mocht de hele plaat al beluisteren en hoort daar toch nog nieuwe dingen in. Bij wat we dus nog niet hoorden, dus niet Hello, de eerste single, niet When We Were Young, deze week uitgebracht de tweede single, maar wat we nog niet hoorden, daar zit wel iets verrassends bij. Want Adele is ook gezwicht, zoals je het kan zeggen, voor de elektronica. De muziekstroming die in meer en meer kanten van de pop ook licht erbij komt, lichte beats, weet je, strijkers uit een doosje, dat soort dingen. Nou, Adele was altijd van de klassieke strijkers, van de klassieke piano. En dan gewoon die strot opengooien. Het mooie aan die beats die ze dus nu heeft ingebouwd op die nieuwe cd, is dat ze er eigenlijk wel gewoon nog steeds bij passen. Het is nog steeds Adele. Als je gaat turven, dan kom je op 11 nummers. Kwam ik tot, ik denk een stuk of 5... klassieke Adele-nummers. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Het zijn 11 cadeautjes en eigenlijk ook maar 1 advies: kopen. Gewoon kopen, aanstaande vrijdag, dan is ieder. Deze plaat wil iedereen hebben.